Feyenoord verliest 4 keer op rij, maar Ruud, van paniek in de Kuip is nog geen sprake. In contrast met NEC is groot, hè? Daar is de trainer met pek en veer het stadion uitgedragen. Gelukkig bij Feyenoord is het rustig, maar zondag Feyenoord-NAC is een finale. Hè? Die moet gewonnen worden. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag en de zondag op TV Rijnmond. En dan praten we over het wel en wee van het voetbal uit ons gebied. En meepraten mag dan ook via Twitter. Gebruik dan hashtag FC Rijnmond. We hebben vandaag op de website van Rijnmond een oproep geplaatst. Stel je vragen naar aanleiding van gisteren. Feyenoord tegen Kuban Krasnodar. Nou, de vragen bleven binnenkomen. Dus een aantal daarvan gaan we zeker wel deze uitzending stellen aan de chef sport van Rijnmond. Ruud van Os, je zag hem al even naast hem aangeschoven. Vaste gast in deze uitzending. Feyenoord clubwatcher Martijn Krabbedam van Voetbal International. Martijn. Is het nou vormcrisis in de Kuip of is het trucje van Koeman uitgewerkt? Dat is een moeilijke, maar ik denk dat het misschien wel een combinatie van beide is. Je ziet dat heel veel spelers niet in vorm zijn. Maar je hebt ook Koeman wel zien veranderen tijdens de voorbereiding. Ineens lag het aan dingen, aan het veld en aan de spelers, aan de amateurclubs die te veel inzakten en niet wilden aanvallen. Ja, zo kenden we hem eigenlijk nog niet de afgelopen 2 jaar toen alles crescendo ging. En toen ze vrij makkelijk wonnen en goede resultaten haalden. Ja, als het nu tegen zit, gaat juist dat gedrag gaat tegen je werken. En dat is denk ik wel wat er aan de hand is. Ja, nou worden de meeste ploegen vaak sterker als ze lange tijd bij elkaar blijven. Bij Feyenoord lijken ze minder sterk te worden. Als ze langer bij elkaar blijven. Ja, je verwacht ontwikkeling, hè? Als een elftal dat alsmaar beter wordt met jonge spelers. Alleen, ja, soms heeft een elftal ook gewoon vers bloed nodig. Hè? Jongens die voor nieuw elan zorgen. Ja, en dat is natuurlijk wat Feyenoord mist en dat kunnen ze niet halen. Koeman heeft het geprobeerd door in zijn selectie zelf voor concurrentie te zorgen. Door vormen op te stellen, bijvoorbeeld Gosens. Maar ja, dat soort spelers komt net tekort voor het niveau natuurlijk dat Feyenoord nastreeft. Dus dan krijg je juist geen concurrentie, maar dan krijg je onbegrip van spelers die wel vinden dat ze erin horen. En ja, dat is een trucje. Wat niet heeft gewerkt tot nu toe. En hij heeft nog echt wel wat te repareren nu. Ja, normaal, Ruud, zit op vrijdag hier Jan-Dirk Stouten. Is Jan-Dirk in een Russische paaldansclub achtergebleven en hebben we niet meer teruggezien? Of wat is er aan de hand? Nee, hij is veilig thuisgekomen. Alleen de landing thuis op mevrouw Stouten is niet helemaal goed uitgepakt. Die heeft haar voet gebroken. Oh. Dus langs deze weg wil ik mevrouw Stouten heel veel beterschap wensen. Jan-Dirk zit met haar in het ziekenhuis. Terecht, hè? Dat gaat even voor. Nee, dat mag ik ook geloven. Goed, bij deze we dat ook gelijk behandeld. Gaan wij nog maar eens eerst terug naar gisteravond. Feyenoord dus dat met 1-0 verloor van Kuban Krasnodar. En na afloop de reacties. Bijvoorbeeld Ruben Schaken die van tevoren toch wel op een ander resultaat had gerekend. En gedacht een ander resultaat te halen dan uiteindelijk op het scorebord staat. Het is eigenlijk niet de uitgangspositie wat we wilden. Dus dat is jammer. Maar goed, het is nog niet gespeeld. 1-0 is nog een hele kleine marge. Dus ze moeten nog naar ons toe komen volgende week. En dan kunnen we het rechtzetten. Kan je nog iets uit die wedstrijd halen waaruit je het vertrouwen put dat je het volgende week kan afmaken? Ja, je ziet, ik denk als wij de beelden terug gaan zien dat je genoeg ruimte kreeg achter hun verdediging. Maar dat die bal, de laatste bal, steeds niet kwam. Ik denk dat je daar wel door kan borduren. En goed de beelden bekijken. Maar ja, eerst krijgen we zondag natuurlijk NAC. Dat is ook even belangrijk. Ik vond dat we vooral de eerste helft nog wel redelijk speelden. De bal ging goed rond. Alleen, zoals ik al zei, in de eindfase konden we er niet echt doorkomen. Zij deden dat heel goed door de zijkanten dubbel te bezetten, zodat we er niet langs konden. En als je dan terugkijkt, heb je eigenlijk maar 1 kans gehad met pellen op de paal. Met een beetje geluk gaat hij erin, maar al met al mag je blij zijn met een sterk optreden van Erwin Mulder, die je toch nog op maar 1-0 houdt. Is dat eigenlijk te weinig, ook 1 kans in 90 minuten? Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Dat moeten we vooral, de aanvallers mogen dat zich verwijten natuurlijk. En dat moet volgende week anders. Ja, we zitten hier naar te kijken. Jij zit hoofdschuddend te kijken van wat zegt Ruben Schaken allemaal. Nou ja, het is natuurlijk zo dat spelers zichzelf al 20% beter vinden dan ze daadwerkelijk zijn. Hè? Alle trainers die hebben wel die mening. Maar als je de wedstrijd toch, dat ze gaan hem terugkijken. En als ze dat dan doen, dan zie je toch dat ze gewoon enorm goed zijn weggekomen. Dat het ook 5-1 had kunnen worden. Samuel Armenteros gisteravond tegenover Jan-Dirk, dat het was een onterechte uitslag. Ja, ja. Nou ja, dan moet ook Samuel Armenteros nog eens. Had een hogere nederlaag van Feyenoord moeten zijn. Ik bedoel dat omgekeerd volgens mij. Bedoelde hij. Maar ja, wat Martijn zegt. Dan moeten ze terugkijken. En dan zien ze toch dat Koeman Krasnodar 5-6 hele goede kansen heeft gecreëerd. En wat die spelers waar ze wel gelijk in hebben, is dat ze Erwin Mulder natuurlijk dankbaar moeten zijn. Die misschien wel zijn beste wedstrijd namens Feyenoord keepte. En die ploeg echt nog in de race heeft gehouden. Want het gaat nog ergens om aanstaande donderdag. Dus aan hem te danken. Want ja, met een beetje tegenslag. Stel dat die goal na 3 minuten wel was gevallen. Die bal die op de paal ging. Ja, dat 4-5-0 geworden. Ja, maar misschien moet je dit vertrouwen ook wel hebben, Ruud, om zometeen zondag tegen NAC te kunnen winnen. Ja, maar van NAC winnen, dat moet toch
te doen zijn. Ook al werd het vorig seizoen werd het ook maar 1-0 tegen NAC door een goal van Pelle. Oftewel, de voortekenen zijn niet ideaal. Maar dit Feyenoord is toch niet ineens een hele puddingploeg geworden? Nee, ze zullen toch nog wel iets kunnen. Maar wat kunnen ze dan, Martijn? Kijk, het gaat om, je kan een wedstrijd verliezen. Dat kan altijd gebeuren. Ze hebben vorig jaar ook van Zwolle verloren. Maar dan creëren ze wel 5-6 kansen. Dus die hadden ze kunnen winnen. Maar als je nu naar de nederlaag van Feyenoord kijkt, dan creëren ze ten eerste heel weinig kansen. En het voetbal houdt ook niet over. Hè? Je verwacht toch dat er positiespel in zit en dat die ploeg aanvallend voetbal speelt. Dat ze druk zetten, waar ze vorig jaar nog een beetje patent op hadden. Maar als je nou zit te kijken, dan herken je daar eigenlijk niks van terug. En dat is natuurlijk wel heel alarmerend. Want je moet altijd een basis hebben om op terug te kunnen vallen. Nou ja, die is er niet. Dus ja, waarop de spelers dan baseren dat het licht aan het einde van de tunnel is. Ja, ik weet het niet. Misschien moet je inderdaad wel dat vertrouwen hebben. Maar op basis van de wedstrijden die Feyenoord heeft gespeeld, zie ik weinig vooruitgang. Maar jij bent in Italië ook geweest. En dan zie je ook al voortekenen. Hebben we het vaker over gehad hier de afgelopen weken. Als je nou kijkt naar deze ploeg, er wordt harder getraind. Koeman wil meer van zijn spelers. Wil concurrentie in de groep hebben. Er kan weinig bij komen, oké. Okay. Maar hoe kan dat als je harder traint en meer doet en iedereen zich ervan bewust is dat er meer moet gebeuren, dat het dan niet uitkomt in het veld? Ja, misschien wel door dat harde trainen. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg inspanningsfysiologen die daar vraagtekens bij plaatsen. Die denken van, je hebt het 2 jaar op een bepaalde manier gedaan. En eigenlijk de verheijen methode eigenlijk zonder al te veel blessures. Dus dat ging eigenlijk goed. Ja, als je dan ineens alles omgooit en je begint met een bosloop om 6:15 ochtends, dan plaatsen, wat ik zeg, die plaatsen daar vraagtekens achter. Tegelijkertijd, ik heb die trainingen ook gezien. En Koeman is nou niet een trainer die het rigoureus heeft omgehoord wat dat betreft. Hij is inderdaad, heeft een paar keer meer getraind. Dat is waar. Alleen ja, of het daar nou meteen aan ligt. Ja, misschien ook wel dat spelers daar toch te veel hebben gedaan. Want als je die ploeg ook ziet, maken ze wel een vrij lusteloze indruk. Waarbij een aantal spelers ook gewoon weinig vakantie heeft gehad. Dus dat bij elkaar opgeteld natuurlijk. Dat is ook gevraagd via de mail door mensen van zou het kunnen komen. Een aantal spelers meegaan met het grote Oranje. Ja, als je weinig vakantie hebt en daarna moet er een schepje bovenop. Meer dan dat je gewend bent. Hè. Koeman heeft zelf in de voorbereiding gezegd, er gaan meer zweetdruppels vloeien. Daar komt hij nu een beetje op terug. Maar hij heeft het wel gezegd, er wordt harder getraind. Ja, en dan mensen die dan niet fris zijn in hun hoofd, hebben dan nu misschien wel te kampen met een bepaalde niet-frisheid, waardoor ze niet in de juiste vorm kunnen komen. Ja, er zijn ook mensen die dan mailen van, is dit Feyenoord nou echt wel zo goed genoeg als we de afgelopen jaren hebben gedacht? Of is het de mening van de Gijp en Derks ook terecht dat we ons eigenlijk zand in de ogen hebben laten strooien door de verzwakte concurrentie de afgelopen 2 jaar? Ja, maar die concurrentie is ook niet heel erg veranderd. Als je kijkt naar Twente, die is heel veel spelers kwijtgeraakt. Voetballen leuk? Voetballen leuk, zeker. Vitesse is een hoop kwijtgeraakt. Dus je kunt ook niet zeggen dat de concurrentie nou wel heel veel sterker is geworden. En Feyenoord, nee, Feyenoord is juist had sterker moeten zijn doordat ze alles bij elkaar hebben gehouden. En de concurrentie is zwakker geworden. Het gaat erom of de voetbal in de ploeg zit. Ja, en dat valt moeilijk te ontdekken. Want als je de eerste 4 wedstrijden bekijkt, zit dat er gewoon niet in. Nee. Toch denk ik dat Koeman wel een heel verkeerd signaal heeft afgegeven door met Vormer te gaan spelen in die eerste wedstrijd. Ik bedoel, ik denk dat daar in de selectie ook wel genoeg over gezegd is. Dat is ook zo. Kijk, ik was er niet bij tegen Getafe, die openingswedstrijd van het seizoen. Maar dan begreep ik dat Tony Verlener best aardig had gespeeld. Ik weet niet of jij er was. Ja. Een goede assist had hij. Ja, en als je dan een week later niet speelt, om welke reden dan ook, en je kiest voor Vormer. Ja, dat is dus net die concurrentie die Koeman wilde creëren binnen zijn eigen ploeg. Ook om misschien Verlener wat op scherpe te zetten. Ja, als hij dan al verliest en je gaat het daarna een week later noodgedwongen weer omwisselen, ja, dan ga je wel heel snel door je recepten heen. Hè. Dan blijft er eigenlijk weinig meer over. Maar goed, Koeman is niet veranderd in vergelijking met de afgelopen 2 jaar. Toen vertelde hij ook precies waar het op stond. En was hij ook kritisch naar zijn spelers toe. Was hij ook kritisch naar de organisatie. Toen vertelde hij ook dat er bij Ajax en PSV veel meer van medewerkers en mensen werd geëist. Alleen, toen wonnen ze. En nu verliezen ze. En dan gaat dat gedrag irriteren. En dat is precies wat je de laatste weken wel merkte. Maar we hebben het ook voorspeld, hè, dat 2 jaar geleden, toen het zo goed ging, hè, de afstandelijkheid van Koeman en de kritische benadering, dat is het eerste wat hij voor zijn voeten gegooid gaat krijgen als het slecht gaat. Ja, dat zie je nu dus gebeuren. En als het slecht gaat, dan gooien we iedereen wat voor de voeten. Want nu is ineens ook onder supporters Lex Immers de kop van Jut. Want op die teampositie, ja, daar kan je wel hard werken, maar je moet gewoon scoren. Of in ieder geval maakt ook een lusteloze indruk. Ja, ik bedoel, het is niet, ik zit hier niet om me gelijk te halen, maar Lex Immers vind ik al sinds hij bij Feyenoord speelt niet bij Feyenoord passen. Ja, dan schoot hij een aantal strafschoppen erin, waardoor hij best een respectabel doelpuntenaantal had vorig seizoen. Maar hij is gewoon een voetballer die zwaar uit de toon valt. Als je hem gisteren op een gegeven moment zonder tegenstander in de buurt op zijn billen ziet gaan zitten, dan denk je ook, wat is er met je aan de hand, jongen? Ja, dan ga je denken, maar wat dan anders? Hè? Denk nou eens na, jij bent trainer van Feyenoord, wat zou jij dan doen? Armenteros op 10 zetten? Ja, die verdedigt helemaal niet mee. Dan speel je dus gewoon met 4 aanvallers. Dus het is niet makkelijk om iets anders te verzinnen met zo'n matige bank. Ik kan mij Willem II nog herinneren dat Vilena daar stond op die positie en dat iedereen laaiend enthousiast was dat hij daar moest blijven staan. Ja, maar dan heb je dus Klaasje en Vormen naast elkaar spelen en daarvan zegt iedereen weer dat zijn dezelfde types.
Ja, maar goed, heb je wel Vilena op 10 staan. En dat was toch een leuke wedstrijd toen, toch of niet? Dat was een succes tegen een ploeg die uiteindelijk natuurlijk wel degradeerde. Maar je kan, kijk, Koeman kan natuurlijk wel verschillende opties. Hij speelt nou met Immers dan op 10. Maar je kan natuurlijk ook met 1 controlerende middenvelder spelen. En 2 middenvelders aan de zijkant bij Pelle. Dan heb je wat meer mogelijkheden. Alleen, ja, hij zit natuurlijk ook niet heel dik in zijn spelers. Gosens is nou weer geblesseerd. Vormer en Klaasie samen, dat gaat weer niet, hebben we allemaal gezien. Op Vilena is hij er ook kritisch. Die liet gisteren natuurlijk tegen Krasnodar zijn man ook weer lopen. Dus dat duidt ook op dat hij niet helemaal scherp en misschien in vorm is. Dus ja, het is sowieso moeilijk voor hem om een elftal neer te zetten dat ook een aantal weken blijft staan. Want je ziet het, hij wisselt elke week toch wel weer op 1 of 2 posities. Dus dat duidt erop dat de trainer ook zoekende is. Zal het niet zo zijn dat we nu gaan concluderen dat Feyenoord Kelvin Leerdam mist? Die had op middenveld kunnen spelen, dat Vilhena zo op 10 kunnen spelen. Ja, maar dan hebben we toch al vorig jaar ook al geconcludeerd dat het een paar keer makkelijk een optie was geweest. Of ben ik nou heel erg dat vergeten? Dat is een speler die je pas mist als die weg is, hè? Ja, precies. Trouwens, Koeman in Europa is de laatste wedstrijd niet zo'n succes. We hebben even een kaartje gemaakt waarin we kunnen zien hoe Ronald Koeman het op dit moment in Europa doet als trainer. Daarin zien we eigenlijk dat het de laatste 15 duels niet echt gelukkig is. Ja, zeker geen overwinningen. Ik zie 4 keer een pijnlijke en hatelijke nul staan. Hij wint dus de laatste 15 wedstrijden niet meer. Hij verliest heel veel. Bij Feyenoord alleen al 4 keer verloren. 2 keer van Kiev, 1 keer van Praag. Praag ook gelijk gespeeld. En dan gisteren tegen Krasnodar. Ja, dit zijn cijfers om te huilen. Ja, maar gelukkig komt Krasnodar naar de Kuip. Dus dan komt het allemaal goed, heb ik Schaken horen zeggen. Nou ja, dat zijn niet zomaar. Op televisie zag je dat Krasnodar toch eigenlijk wel dik tevreden was met die 1-0. Waar ze natuurlijk ook 3-4-0 hadden kunnen winnen. Maar die weten ook, Feyenoord moet daar in de Kuip ruimte gaan weggeven. Ze krijgen daar echt de mogelijkheden om in ieder geval een doelpunt te maken. En als je die ploeg zag, uitstekende spits. Sterke ploeg, fysiek ook. Ja, het wordt gewoon een heel moeilijk karwei. Alleen het is natuurlijk een wondertje dat Feyenoord nog in de race is. En waarom zou het in de Kuip nou niet kunnen? Hè? Want je hebt wel eens van die avonden dat het allemaal mee zit. En als er inderdaad, zoals Koeman voorspelt, 50.000 man zit. Nou ja, Kiev had het ook moeilijk. Nou hebben we hier ook de laatste jaren veel discussie gehad over Erwin Mulder. En ik weet dat ik dan vaak als oud-keeper nog riep, geef die jongen nou de tijd. Want keepers moeten groeien de komende jaren. Hè? In Zwaluw, hè? Nee, in Zwaluw. Maar nou, kom hij heeft op. Goed gekiept. Hij heeft de laatste weken toch al, staat hij toch al goed te keepen. Hij staat niet de laatste weken goed te keepen. Hij heeft gisteren goed gekiept. Op één wedstrijd wordt. In één wedstrijd is het nou weer goed. Ja, hij was gisteren goed, ja. En voor de rest is het dan. Vond ik hem niet boven de rest van het matige Feyenoord uitsteken, hoor. Ben ik nu weer te optimistisch? Ben ik weer de Jan Dirk van ons drie nu? Of, Ja, ben vandaag de Jan Dirk, ja. Nee, maar Erwin Mulder keept een goede wedstrijd. En dit seizoen is hij nog vrij foutloos gebleven. De jaren daarvoor heeft Ruud gelijk in. Maakte hij toch in bepaalde wedstrijden altijd wel een raar foutje. Dat je dacht van, ja, wat moet je daar nou mee? Feyenoord heeft geen geld om een nieuw doelman te halen. Misschien hadden ze het wel gedaan als het er wel was geweest. Dus je moet het met deze jongen doen. En hij heeft nou toch laten zien dat het gewoon in potentie een prima keeper voor Feyenoord kan zijn. Als hij dit niveau tenminste weet vast te houden. Ja. Gisteren dus die wedstrijd in Rusland van Feyenoord. 1 supporter droomde ervan om hem daar te bekijken. Hij was bijna in Oekraïne. En toen, uiteindelijk is hij er niet gekomen. Want hij keek die wedstrijd met ons in zijn stamkroeg in Rijen in Brabant. Ja, mooie redding. Ja, er zijn nou 75 supporters van Feyenoord de Krasnodar, maar er hadden 83 moeten zijn. Dat is gewoon vervelend. Echt kloten. Even 8 vodka. Kraskutski. We gingen met een huurbusje, hadden gehuurd met 8 man. Gewoon een paar dagen rijden, geen hotel geboekt, niks. Alleen na de wedstrijd hadden we in feite een hotel natuurlijk. En we waren al bij de grens van Oekraïne. Alles was in orde, paspoort, visums. Maar we komen bij de kenteken verhaal aan, zeg maar, dat de kentekenpapieren waren kopieën. Ja, jongens, kut. Ik had mijn visum al, ik had alles al, joh. Bij alleen de kentekenbewijzen van die bus waren kopieën. Ja. Gelijk vuurbedrijf gebeld, zeg maar. Of ze geen originele konden sturen. We moesten op zoek naar een drukkerij in Polen. We hebben hem gevonden. Drukkarnia heet dat. Ik kan het nog meer vergeten, in ieder geval. Nou, die Pol die daar aan het werk was, die flikkerde gelijk al zijn werk aan de kant. Die was super gastvrij. Ging ons gelijk helpen. Zou ik daar Feyenoord zitten of niet? Wij proberen om 100 kilometer verderop naar de grens te gaan. Nou, precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Ze konden gewoon zien, omdat die tekstkopie die eronder stond, dat bleef gewoon staan. Ja, zei ze gewoon, draai maar om en dan gaan we niet verder. Hey, ik bestel wel bier. Hoeveel kilometer heb je nu gereisd? Met de auto 2200. Ja, en toen nog met het vliegtuig terug, dus. Ja! Oei! Schiet nu, hoor! Godverdomme! Tering ont. Hoeveel uur had je nou in totaal moeten reizen? Daar naartoe? Ja? 41 uur in de auto. Kutzooi, zeg.
Ja, veel mensen zeiden al tegen mij van wacht even op die poolfase. En ik zei van ja, het is goed, die halen ze niet. Ik ga nou mee. Ja, ze gaan het eigenlijk wel. Ja. Kutzooi. Ja, best wel kloot eigenlijk. Dubbele kaarten, ja. Ben niet geweest. Ja. Misschien kijk ik het toch wel als voordeel zien dat ik in Nederland zit, maar ik had er wel niet meer bij zijn. Oh, een zate struit, zeg. Ik maak nu alvast excuses naar de bond tegen het vloeken, want er krijgen ongetwijfeld weer klachten over dit soort itempjes. Maar goed, zo kan het ook. Even naar volgende week, want stel nou dat Feyenoord Europees wordt uitgeschakeld. De transferdeadline-datum komt dan heel dichterbij. Zou dat gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord, voor Martens Indy, voor andere spelers die mogelijk toch nog op het laatste moment weg willen of gaan? Nou, dat kan natuurlijk. Het is nooit een geheim geweest dat Feyenoord Martens Indy wil verkopen. Dat willen ze nog steeds. Ook rond Jan Maat is natuurlijk altijd wel interesse. Het zou ook nog zomaar kunnen dat ze één of twee spelers kwijtraken. En dan pas gaat Feyenoord wat doen, voor die tijd zelf iets doen. Nee, want er is geen paniek, er is geen crisis. En Marten Vergeel gaat door op de ingeslagen weg. En dat is niks uitgeven wat er niet is. En doen met deze selectie die goed genoeg was om vorig jaar derde te worden. Ja, wat gebeurt er nu? Als je iets wil verkopen, dat is gewerkt in de koopgroot ook zo. Dan moet je je etalage goed voor elkaar hebben. En de etalage van Feyenoord, zeker als je Europees eruit gaat, ziet er niet zo heel geweldig uit. Zeker niet. En ze vinden dus ook dat Feyenoord zelf wat actiever mag zijn op die markt. Hè. Het voorbeeld is vaker gegeven dat PSV zo'n Marcelo toch voor bijna 3 miljoen verkoopt. Die er eigenlijk niks van kon. Ja, dat is toch wel iets waar je... De trainer van Wolfsburg heeft erop gezegd dat hij nooit kritisch behandeld is in Nederland. Dat het prima verdediger is. Dat er geen kritiek op hem was. Oh nee, goed, wij hebben hem hier zien spelen. Ja, maar goed, we kopen hem voor 3 miljoen. Ja, als je zo'n speler voor dat bedrag weg kan brengen, ja, dan moet je toch een international als Martens Indy ook kunnen verkopen. En met het geld dat binnenkomt, zou je dan weer op bepaalde posities je selecties kunnen versterken. Maar dat is dus niet wat Feyenoord wil. Feyenoord doet het allemaal volgens de regels. Wacht op een aanbieding van een club en gaan dan pas actie ondernemen. Toch hoor je, Ruud, ook wel nadrukkelijk de naam Guidetti nu opdoemen. Dat de vrienden van Feyenoord dan maar moeten investeren. Guidetti binnenhalen, want dat was het hart van het team. Ja, alleen die heeft in maart van het vorig jaar volgens mij zijn laatste goede wedstrijd gespeeld. En die jongen staat nu al zo lang stil dat ik me ernstig zorgen begin te maken over zijn niveau. Kan hij het nog wel aan als je zo lang stilstaat in een belangrijke fase van je ontwikkeling? Hij is 20, 21 jaar. Ik twijfel erover. Niet over zijn mentale weerbaarheid. Die gozer zat zo geweldig in elkaar. Die maakte die hele kleedkamer gek. Alleen kan hij het nog wel met zijn voeten, vraag ik me af. Martijn? Nou, ik heb hem toevallig gesproken, want hij is nog steeds heel betrokken bij Feyenoord. En dan stuurt hij berichtjes van hoe gaat het nou daar en hoe kan het nou? Dus hij is daar wel heel erg mee bezig. Ik heb hem ook gevraagd, ben je nou fit? Hij zegt hij is helemaal fit. Heeft hij vaker gezegd, maar nu dus echt. Hij heeft nog last van een knieblessure gehad. Die is ook helemaal hersteld. Hè. Als je lang niks hebt gedaan, je gaat ineens weer trainen en voetballen. Dan kan dat wel eens gebeuren. Maar ja, hij is vol goede moed dat 2013 gedeelte dan nog. En 2014 absoluut zijn jaar, zijn seizoen moet gaan worden. Maar niet bij City toch of wel? Nee, niet bij City. Die kans is natuurlijk vrij klein. Maar hij is nog zo betrokken bij Feyenoord. En ja, goed, als je de spelers ook vraagt die met hem hebben gespeeld. Ja, die vertellen, al kan hij niet voetballen, zet hem dan in ieder geval in de kleedkamer neer. Dan gaan we met zo'n ander gevoel het veld op. Dus dat duidt wel op dat deze speler gewoon... En er wordt wel eens lacherig om gedaan in het land, hè. Maar dat het wel gewoon echt een fenomeen was. En maar moeten Feyenoord ze dat doen? Belangrijk. Dat is een beetje wat Ruud zegt. Ja, weet je wel, moet je dat... Als we het kunnen betalen, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Ik weet wel dat er genoeg mensen zijn die daarover zouden willen meedenken. Hè, om Guidetti naar de Kuip te halen. Maar ja, je hebt te maken met een trainer. Wil die het? Met een technisch directeur? Durft die het aan? Dus ja, het is niet zomaar gezegd. Je hebt geen enkel idee op welk niveau die zit. Je hebt geen enkel idee. Nee, maar dat ben ik met je eens. En dan wordt het een dure gok. Dan wordt het een dure gok, absoluut. Goed, dit weekend moet toch geen probleem zijn, of wel? Of heb jij dezelfde twijfel die sommige Feyenoords nu inmiddels ook wel hebben? Nou, kijk, als je die elftallen tegenover elkaar zet, NAC is natuurlijk veel kwijtgeraakt. Nog niet gewonnen deze competitie, maar ja, Feyenoord ook niet. Ja, je moet toch van NAC kunnen winnen. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het crisis. Dan, nou ja, als je het als club Feyenoord 3 keer achter elkaar verliest, 4 keer nu, dan is het natuurlijk wel gewoon een mini-crisis. Hè? Je bent wel Feyenoord en je kunt je wil behandeld worden als een topclub. Daar kan je niet zo makkelijk overheen stappen door te zeggen van... Weet je, kan een keer gebeuren dat we 4 wedstrijden verliezen. Nee, je moet gewoon van NAC winnen. En als je van NAC wint, dan heb je inderdaad dat programma wat jij daar hebt liggen. De laatste week van augustus en heel september speelt Feyenoord 7 keer. Dat is 6 keer thuis. Hè. NAC, Krasnodar thuis, Roda thuis, NEC uit, Utrecht thuis, Dordrecht thuis en ADO thuis. Als ze dit goed doorkomen, dan zijn ze Europees verder. Dan zijn ze in de beker verder en dan hebben ze weer aansluiting bij de competitie. Maar in deze vorm zie ik het alleen niet gebeuren. Nee, dus er moet een hoop gebeuren, dat mogen duidelijk zijn. Goed, gaan we allemaal maar eens afwachten. We gaan ondertussen maar eens kijken wat er nog meer deze week allemaal gebeurde. Ja, dat is even schrikken. Het was natuurlijk de week waarin Feyenoord eindelijk weer eens op pad ging voor een Europees avontuur. Alle aandacht was gericht op die o zo belangrijke wedstrijd tegen Kuban Krasnodar.
Maar toch hadden trainer Ronald Koeman en spits Graziano Pelle tijd voor een gastoptreden in de Russische variant van Jiske Vets debiteuren crediteuren. Weet je meer over onze hoogtestaat? Ja, nee. Nee, ja. Nee, niet van nee. Krasnodar en de hoogtestaat van... Alex Pastoor werd deze week ontslagen als trainer van NEC. Logisch natuurlijk. De Nijmegenaren begonnen de competitie nog slechter dan Feyenoord en staan helemaal onderaan. Pastoor kon zijn spelersgroep blijkbaar niet meer motiveren. Terwijl hij in zijn tijd bij Excelsior juist bekend stond om zijn motiverende trap onder de kont. Die keeper, kijk die trekker, die geeft een schop onder zijn rol. Aan de heldere analyses van Pastoor zal het in ieder geval niet hebben gelegen. Albert Heijn komt ook wel eens met aanbiedingen. Maar dat hoeven we ook niet hier te vermelden. Het is geen jurysport, want als het een jurysport had geweest, dan hadden we met grotere cijfers dan 3-2 gewonnen. Ja, als de directie vindt dat NEC beter af is zonder mij, en dat vinden ze nu, dan moeten ze me gisteren ontslaan. En intussen zijn de repetities voor debitoren, creditoren in volle gang. Kom er maar in, Joefra Janni. Maar hebben jullie echt een speler? Die kan van 44 meter aan een goal maken, zeg maar. Die kan, ja, dat is het. Tot slot nog een laatste vraag van juffrouw Janni. Goeiesmorgens, Ronald. Wat denk je zelf van de 23.000 auditorie en mensen zitten naar je spel te kijken? Dat is altijd prettiger voor een voetballer, lijkt mij, als het stadion vol is. En volgende week zitten er waarschijnlijk 50.000, dus dat zij dat ook weten, dat er bij ons ook, dat er bij ons ook publiek naar het voetbal komt. Dat is het volgende stuk. Благотворительно влияет на саму игру, и кто знает, что следующую неделю может быть и 50 тысяч человек придут. Поэтому да, всегда остаемся надеяться. Goed, blijft nog altijd hilarisch. De week. Laten we van Feyenoord en alles wat daar is gebeurd eventjes afstappen. En laten we even naar de Jupiler League. Want daar staat een aardige wedstrijd op programma. FC Dordrecht Excelsior. Heeft het jou verbaasd dat FC Dordrecht het zo goed doet tot nu toe? Nou, wel zo goed, ja. Ja. Maar het moet nou wel zo zijn dat Harry van Ham eigenlijk gewoon een goede trainer is eigenlijk. Hè? Dat kan bijna niet anders. Dat kan bijna niet anders. Vorig jaar deed hij het al goed bij Dordrecht. En ja, toen ik net begon te werken dan als verslaggever journalist, kwam ik veel in de eerste divisie. Was die trainer van Telstar nog. En dat speelde toen ook al heel aardig voetbal. We wonnen wel weliswaar niet heel veel, maar je zag wel de hand van de trainer terug. Ja, en als hij dat bij Dordrecht nu weer laat zien, zoveel jaar later, dan heeft hij toch iets dat goed is. Ja, 3 gespeeld, 9 punten. En vanavond tegen Excelsior, maar ja, ze missen wel heel veel spelers bij Dordrecht. Fortis Onyeka geschorst, allebei rood gehad vorige week. Lima, Balrak Carrasco geblesseerd. Vorstemans gaat debuteren. Ja, ze hebben een nieuwe doelman gehaald, maar dat is een reserve doelman, hè? Robert Teloeken. Ja, Thomasson zegt, wij doen niet onder voor FC Dordrecht. Nou, dan ben ik benieuwd. Dan mag hij dan vanavond met zijn ploegje laten zien. Ja, kan hij dat dan vanavond wel daadwerkelijk laten zien? Ik bedoel, vorig jaar won Excelsior daar het hoogste doelpunt volgens mij met de keeper. Jordi Dekkers die dan ook in de slotfase scoorde. Maar is dat nou een eerlijk vergelijking als je nu kijkt hoeveel spelers Dordrecht mist? Ja, ik bedoel, dit is een wedstrijd in de eerste divisie. En het niveau van de spelers in de eerste divisie verschilt niet zo heel veel van elkaar. Hoor. Dus ik zie Excelsior vanavond zomaar een succesje boeken. Al sluit ik ook niet uit dat FC Dordrecht gewoon weer de punten pakken. Het kan gewoon in deze competitie echt... Nee, maar dit kan echt alle kanten op. Dit kan echt alle kanten op. Bal is rond, of niet? Jij komt niet vaak kijken in de eerste divisie, zeker? Nou, toevallig zie ik redelijk vaak dat zie je dus dat in de ene week een ploeg net zo makkelijk wint en de andere week net zo makkelijk een pak op zijn broek krijgt. Nou, Excelsior heeft Karami vastgelegd van de Eagles. Als back. Ja. Ja. Galit Karami, 23 jaar, linksback, rechtsback. Ja. Het zegt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel. Oké, dus we moeten maar zien of dat wat is. Excelsior trouwens, dat wel leuker voetbal dit jaar dan vorig jaar. Dat mag wel duidelijk zijn, toch? Ja, de hand van de trainer is wat dat betreft duidelijk zichtbaar. Of heeft hij betere spelers? Nee, hij heeft ook betere spelers, maar misschien ook wel een betere spelopvatting. Hij doet het wat dat betreft gewoon erg goed met zijn ploegje. Alleen het afmaken, daar baalt hij zelf ook van. Dat wil maar niet lukken. En daarom staan ze nu met 2 punten uit 3 wedstrijden niet al te hoog. Maar daar hadden ze toch nou juist Lars Veldwijk voor gekocht? Die spits ja, die viel de eerste wedstrijd na 3 minuten geblesseerd uit. Ja, maar daarna heeft hij toch gewoon gespeeld? Ja, maar misschien wel met hoofdpijn. Ja, dan kan je niet meer scoren. Maar voor hem wel een bijzonder duel vanavond, hè? FC Dordrecht. Ja. Nou ja, dat is het altijd, hè? Zulke wedstrijden. Ja. Sparta
Ja. Wist wel te winnen afgelopen weekend. Is daarmee het lek ook, boven? Hè? Moest ook wel? Nou ja, of het lek boven is geen idee. Maar het was wel een hele nodige overwinning. En ook uitgeleken tegen een ploeg die gedegradeerd is. Hè? VVV Venlo. Dus dat is wel een overwinning die zo'n ploeg dan vertrouwen moet geven. Want ja, we kunnen het wel weer voor de 100ste keer halen. Het wordt toch een keer tijd dat Sparta gaat promoveren. En alles is er steeds maar op ingericht. Ja, nu ook toch wel weer. De hele organisatie. De hele organisatie, want die staat, hè? Ja. Dus ja, dat wordt wel een keer tijd. En ja, Ruud weet dat nog beter dan ik. Ja, elk jaar dat het langer duurt, en zeker bij Sparta, ja, dan wordt het gewoon steeds moeilijker. Ja. En dan moeten ze uitgerekend vanavond aan Willem II. 14 maart 92. Weet jij wat jij nog deed op die dag? 21 jaar geleden. Toen won Sparta voor het laatst in Tilburg. Twee keer eldende getrouwen. Die weegt nou 140 kilo, geloof ik. Maar dat is de laatste overwinning in de competitie van Sparta in Tilburg. Daar winnen ze echt nooit. Dus nou, maar heb vertrouwen. Want ze hebben vorige week zondag bij onze huisvriend Libero gekookt met de hele selectie. Wat Feyenoord vorig jaar heeft gedaan. Dus dan gaat het helemaal goed komen natuurlijk. Ja, hè? Laten we het hopen. Willem II Sparta. Het is echt voor Sparta meestal onbegonnen werk. Het is Johan Voskamp tegen zijn goede vriend Jurgen Streppel. Ging bijna naar Willem II ook toe. Hè? Voskamp door die Streppel. Uiteindelijk koos hij toch voor Sparta. En gelukkig maar, want hij heeft toch weer twee belangrijke goals gemaakt. Afgelopen zaterdag en de week ervoor tegen Volendam ook. Maar vind jij dat het lek nu boven is? Sorry. Nee. Ook wat voor Erwin Mulder geldt in Krasnodar geldt voor Sparta tegen VVV. Is de eentje. En die bekende ene zwaluw. Ja, want mensen die cynisch zijn zeggen, ga eerst eens gewoon lekker voetballen in plaats van koken. Want eerst moet het voetbal beter worden. Ja, dat zijn ook cynici die dat zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ja, bedoel, je kan die tijd toch gewoon gebruiken om op het trainingsveld aan je spel te werken. Ja, kijk, koken en hutten bouwen en dat soort dingen. Ja, het gaat toch om voetbal. Paintballen. Mario Been is er ook beroemd geworden bij het NEC. Als ze naar een restaurant gaan in Hilgersberg en ze gaan daar een beetje koken, dat maakt het niet uit. Zondagavond train je toch niet? Dat zullen ze toch zondagochtend wel gedaan hebben? Ja, mag ik hopen? Het leidt wel weer zo af, weet je wel. En dan gaan we weer wat anders doen en dan ineens moet het gaan lukken. Nou, ja, je weet het maar nooit. Als het blijkt dat Sparta hier door wint, dan staat volgende week iedereen bij Lars Rutte op de stoep. Ja, staan met z'n allen te koken. Omdat het goed gaat. Maar heb jij er vertrouwen in dat het beter gaat met Sparta? Ik bedoel, er zit in ieder geval een opwaartse lijn in gelijke spelen. Nu een overwinning. Ja, wat dat betreft cijfermatig gezien wel. Tegen het voetbal, betere ploegen. Het voetbal was in de tweede helft tegen VVV een stuk beter dan in de eerste helft en in de wedstrijden daarvoor. Steef Nieuwenaal speelt weer. Ja, wellicht dat er wat meer balans is gevonden. Ik moet zeggen dat de aanvoerder Brunier er nog een beetje achter blijft. Alhoewel wel twee keer een assist op Voskamp tegen Volendam en ook tegen VVV. Maar het lijkt wat beter te staan. De opbouw van achteruit blijft een drama met Gijs Luijering. Maar gelukkig is Ramstein erbij gekomen die wel vooruit durft te voetballen. Voskamp gaat zijn doelpuntjes maken. El Hasnaoui is eruit. Pieter Langendijk, gedebuteerd linksbuiten, deed het ook niet slecht. Slecht als Ilias Belhassani nou nog eens zich gaat realiseren dat je voetbal niet in je eentje, maar met z'n elfen speelt. Ja, wie weet wordt het dan nog wat. Denk jij dat Koeman nog een verrassing in de hoge hoed heeft voor komend weekend tegen NAC, dat hij weer gaat schuiven in zijn elftal? Het zou zomaar kunnen. Hij was natuurlijk niet tevreden over Vilena. Dus ik zou kunnen denken, misschien dat hij daar wat mee doet. Hij kan spelers rust geven. Tegelijkertijd, als hij naar zijn selectie kijkt, heeft hij nu juist behoefte aan houvast. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij heel veel zal gaan veranderen. Deze ploeg moet nou maar eens een tijdje in dezelfde samenstelling spelen als er geen blessures zijn. En rust houden en gewoon goed trainen. En dan hopen op de ommekeer. Maar op basis van de afgelopen weken kan ik me niet voorstellen dat hij... Een potje zonder Manu. Ja, dat is dan de redder? Nou, dat is wel iemand met durf en lef. Dat zag je gisteren ook toen hij inviel. Elvis als redder van Feyenoord. Dat lijkt me mooi om daarmee deze uitzending van FC Rijnmond af te sluiten. Ik dank Martijn Krabbedam. Ik dank Ruud van Os. Komende zondag is er een nieuwe FC Rijnmond. Dan zit op deze kruk Frank Vijgen is de gast in die uitzending Henk Vrezer. En volgende week vrijdag hebben we hier zitten Geert ten Oude. Wat ons betreft nog een mooi weekend. Alle sport weer te volgen via Radio Rijnmond. En anders tot zondagavond. Maar hebben jullie een speler... Die kan van 44 meter een goal maken. Zeg maar, die kan... Ja, dat is klaar.